che fuori crais. Dank je voor het kruis. Man van smarten. Man van smarten, lam van God, verraden door zijn volk. De zonde en de toorn van God, die kwamen hem ten deel. Beschuldigd zonde tegen God, geslagen en gehoond. Buigend voor zijn vaders wil, droeg hij de doornenkroon. Dat ruwe kruis, mijn redding, waar zijn liefde werd uitgestort. En nu zingt mijn ziel, halleluja, eer en gloria vanuit de hemel zond God hem als losprijs voor zijn mist. Verzoening voor degenen die hem hingen aan het kruis. Dat ruwe kruis, mijn redding, waar zijn liefde werd uitgestort. En nu zingt mijn ziel, halleluja, eer en gloria zijn naam. Mijn schuld betaald. Mijn schuld betaald, ik ben schuldenvrij, door zijn dierbaar bloed gevloeid voor mij. De zondevloek heeft geen macht op mij, wie de zon bevrijdt is werkelijk vrij. Eer en glorie aan uw naam, Jezus. We nemen vanavond de tijd om stil te staan bij uw kruisdood.
Heer, we bidden dat de liederen die we gaan zingen, de aanbidding, dat we daardoor u mogen ontmoeten. En dat uw offer en het prijs daarvoor weer diep in onze harten mogen zinken. En ik wil je vanavond ook uitnodigen dat als je thuis bent met een gezin, of misschien met één vriend of een vriendin, of een gezin, ontmoet God en ontmoet Jezus in de liederen, in de aanbidding en in de avondmaal. Voor u,
onze levens voor u. Onze zielen voor u. Bij het kruis. Bij het kruis buig ik mijn neer voor de hoogverheven Heer, die uit liefde stierf voor mij. Heer, u overwon het graf, de zoon van God die nam mijn straf. Er is niets dat ons nog scheidt. Dank u voor het offer.
Blood of Jesus Christ.
Jesus. The cross is an altar. Your life is the sacrifice. The cross is an altar. Your life is the sacrificing. The cross is an altar. Your life is a sacrifice. The cross is an altar. Your life is a sacrifice. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. I receive your love. I receive your love. I receive your love. I receive your Want is het mooi om God zo samen te aanbidden. En we mogen ook samen avondmaal gaan vieren. Jezus nodigt ons uit aan de maaltijd. En dat is een groot voorrecht. En het is iets wat we ook nodig hebben. Want Jesaja 53 vertelt ons... Wij mensen, wij allen dwaalden als schapen. En ieder zocht zijn eigen weg. En het gaat hier niet over het beeld wat wij misschien hebben van schapen in een Nederlands weiland. Het gaat hier over een kudde op de heuvels van Israël. Zonder herder. Ze dwalen rond. En de schapen gaan op een gegeven moment allemaal hun eigen weg. Op zoek naar voedsel, op zoek naar water. Op zoek naar een plek waar ze kunnen slapen. Het is eigenlijk een heel triest beeld wat Jesaja hier schetst. Verloren schapen. Wij allen dwaalden als schapen en ieder zocht zijn eigen weg. En Jezus zag het. En wij zien het misschien op dit moment ook wel om ons heen. In deze tijd dwalen mensen. Op zoek naar richting, op zoek naar een eigen weg. Studenten dwalen in hun studie. Tieners dolen soms zo door de lege straten van onze stad. Een huwelijk waarin ieder zijn eigen weg gaat. En mensen zijn zoekend en ze weten soms niet waar ze het moeten zoeken. En de weg die ze inslaan, loopt die dood of gaat die door? En Jezus, hij ziet het. En dit is precies het beeld wat Matthäus en Marcus gebruiken als ze iets willen uitleggen over de grote bewogenheid van Jezus voor mensen. En ze schrijven daarover hoe Jezus de scharen ziet na een lange dag. En hij is met hem bewogen. Splachizomai is het woord wat er staat. En het is echt iets tot in het diepst van zijn wezen voelt Jezus compassie voor mensen. Want ze zijn als schapen zonder herder. En ze dwalen. Ze dolen. Ze zijn op zoek. En hij ziet het. Ze zijn uitgeput. Ze zijn hulpeloos. Ze zijn verloren. En Jezus, het raakt hem. En hij schiet deze mensen te hulp. Hij geeft onderwijs over wie God is. En hij biedt ze ook een maaltijd aan. En meer nog, in Johannes 10 lezen we dat Jezus zegt... Ik ben de deur
voor de schapen. Ik ben de deur en bij mij vind je rust. Bij mij vind je redding. Bij mij is er leven. Ik ben de herder van de schapen. Ik ben de goede herder. En ik geef mijn leven voor de schapen. En ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. En ze horen naar mijn stem. En in dit hoofdstuk zegt Jezus ook dat niemand neemt mijn leven. Ikzelf zal mijn leven afleggen. Als herder geef ik mijn leven voor de schapen. En als we dan teruggaan naar Jesaja 53, dan lezen we dat daar ook. Jesaja 53, vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op hem doen neerkomen. En toen de betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij naar de slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Het hart van Jezus is dat hij alles gaf voor jou en voor mij. Omdat hij wist dat wij als schapen een herder nodig hebben. En het staat hier al zo mooi in Jesaja 53. Ik mocht er onlangs een parel over maken. En ik was gewoon weer diep onder de indruk hoe 700 jaar voor de geboorte van Jezus al zo in detail verteld werd door de profeet wie hij zou zijn. Dat God hem zou geven. Dat hij zou komen. Het staat er allemaal. En we mogen het op ons laten inwerken. Jezus kon zijn leidersweg weigeren. En ook toen hij aan het kruis hing, toen hij mishandeld werd, één machtswoord van Jezus was genoeg geweest om het allemaal te stoppen. Op elk moment had hij kunnen zeggen, en nu is het klaar. Maar dat is niet wat hij deed. Zijn bewogenheid en zijn liefde brachten hem tot het uiterste. Hij wilde niet zeggen, nu is het klaar. Hij wilde zeggen, nu is het volbracht. En dat is de liefde van Jezus. Voor schapen, voor mensen. Die hij ziet. Die voorzichtig hun weg proberen te gaan. En het ook niet altijd weten. Zo kwam Jezus als een herder voor de schapen. En we lezen ook in het paasverhaal over zijn liefdevolle hart. Wat mij opvalt is dat Jezus de Pesachmaaltijd begint met de volgende woorden. Ik heb vurig verlangd om dit moment met jullie te delen. Voordat ik zal lijden. De avond voor zijn lijden, daar verlangde Jezus vurig naar. Om te mogen vertellen dat de Pesachmaaltijd die al eeuwen gevierd werd, een nieuwe vervulling zou krijgen. Om te vertellen, ik ben als het brood wat gebroken wordt. Ik ben als de wijn die gaat vloeien. Voor vergeving van mensen. En Jezus verlangt er vandaag vurig naar. Om opnieuw de maaltijd met jou en met mij te nemen. Hij nodigt je uit op dit moment. We horen de stem van de goede herder die zegt, kom, neem, eet, drink, gedenk, geloof. Wil je deelnemen? Wil je ingaan? De uitnodiging van Jezus op dit moment om te zeggen het avondmaal, je hebt het nodig, want je hebt mij nodig en ik wil bij jou zijn, ik wil maaltijd met jou vieren. Je bent welkom om deel te nemen als jij weet dat Jezus jouw goede herder is, dat je zijn stem wil horen, want hij stierf ook voor jou. Dan ben je van harte welkom om op dit moment op de plek waar jij bent te zeggen, mijn tafel in mijn huis is de tafel van de Heer. En in mijn huis is Jezus. En ik wil zijn genade opnieuw ontvangen. Opnieuw wil ik hem eren door het avondmaal te vieren. Hij is mijn goede herder. Hij is mijn rots. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn vriend. Hij is alles wat ik nodig heb. Ook in deze tijd.
En daarom ben je van harte uitgenodigd. En laten we zo deze maaltijd met Jezus beginnen door een moment stil te zijn. En hem te vragen of hij misschien tot ons wil spreken. Of wij misschien genade nodig hebben op iets in ons leven. Iets wat we misschien aan hem terug willen geven, nog voordat we brood en wijn nemen. Zullen we een moment stil zijn en Jezus vragen om tot ons te spreken? En terwijl zij zaten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet. Dit is mijn lichaam. Zullen wij op dit moment ook de dankzegging uitspreken over het brood? Dank u wel, God, schepper van hemel en aarde, dat u ons geeft dit brood. Als het teken dat Jezus is het levende brood. Dank u wel, Vader, dat u uw Zoon gegeven heeft naar deze aarde om voor ons als goede herder te sterven. En hij liet zich verbreken. En hij gaf zijn leven. Dat wij zouden leven. Samen met u. En we danken u voor dit brood. Dat we het uit uw handen mogen ontvangen. En dat dit moment een moment mag zijn van diepe intimiteit met u, Vader. Zo danken wij voor dit brood. In de naam van Jezus. Amen. En hij brak het brood in stukken. Jezus breekt het brood in zoveel stukken dat iedereen ervan kan krijgen. En als hij een maaltijd houdt, dan is er altijd meer dan genoeg. Neemt, eet, gedenk en geloof. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En hij zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten is tot vergeving van zonden. Jezus gebruikte de drinkbeker, de derde beker van de Pesachmaaltijd, de beker van de dankzegging. Laten wij ook dank zeggen voor deze beker. Heer Jezus, nu u bij ons bent en ons de beker aanreikt, wil u bedanken opnieuw.
dat u ons dit geeft. Het samen zijn met u, dat we welkom zijn bij u. Altijd, wie we ook zijn. En dat uw bloed ons reinigt, dat uw bloed ons vrijmaakt. Er is kracht in uw bloed, Jezus. En op dit moment willen wij u ook zien als lam van God. Maar niet alleen geslacht, zoals in Jesaja 53, maar ook als het lam op de troon. U bent het lam op de troon. En we nemen dankbaar deze beker van u aan. Geprezen zij God, schepper van hemel en aarde, die ons de vrucht van de wijnstok heeft gegeven. Als teken dat Jezus onze ware wijnstok is. En in verbondenheid met u willen wij op dit moment ook een slok nemen. Amen. U bent zo kostbaar, Heer. Zullen we op dit moment ook, daar waar jij bent, een moment gewoon God eren, in je eigen woorden zeggen tegen Hem, hoe het voor jou is, om dit moment zo samen met Hem te vieren. And all my sins are washed away.
and here my sins are washed away. On here my soul has found its place at the foot of the cross. Oh, and I once was lost, but now I'm found, and all my chains fall to the ground. And take this life, I lay it down at the foot of the cross, at the foot of the cross. Yeah.
mogen ons leven teruggeven aan Jezus als een offer voor Hem. Een levend offer. Door Hem geheiligd offer. Om vrucht te dragen, ook in deze tijd. Hij wil met ons meegaan. Zullen we samen Hem vragen om zijn hemelse handen wijd open te doen en ons te zegenen. En als je dat wil ontvangen, dan mag je ook je handen openen om de zegen van Jezus te ontvangen. Om te laten zien, ja Heer, dat is wat ik zo graag wil. Uw nabijheid, uw zegen, ook over mij. De Vader, Hij zegene jou met zijn nabijheid. En de Zoon, Hij zegene jou door jouw goede herder te zijn. Hij nodigt je aan tafel, ook morgen als het stille zaterdag is. Ook zondag als we zijn opstandingskracht vieren, dan wil Hij jou zegenen. Dat je in zijn nabijheid mag zijn. En ik zeg je ook in de naam van de Heilige Geest, de Trooster, die ons brengt dit leven door tot aan de dag dat we ook de vierde beker zullen drinken in het Koninkrijk van God. Zoals Hij ons heeft beloofd, zoals Jezus ons heeft verteld. Wees zo gezegend en weet je omarmd en geliefd door een liefdevolle, levende God die zegt, ik ben met jou. In Jezus' naam. Amen. Wat fijn dat je er vandaag bij wilde zijn. Morgen is het stille zaterdag en zondag willen we ook samen vieren. Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. En we nodigen je ook van harte uit om dat ook samen met ons te beleven. Om dat feest ook samen met ons te vieren. We zullen een hele mooie feestelijke dienst samen hebben. Tot eer van Jezus. Dus we hopen je snel weer te zien. En we wensen je voor nu nog een hele goede avond. Ik neem mijn kruis op.